Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 11 januari 2016. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag hebben we zoals bijna altijd weer Contestia 125 bij 8 op 355 hertz. En verder hebben we ook Morse en hem op het laatst SSTV in BW12 en een kort stuk data met automatische omschakeling tussen de modus. Verschillende media maken melding van waarschijnlijk een zendamateur die bij een marktplaatstransactie van zijn amateurapparatuur werd beroofd. De overval vond plaats in Heerde op de Veluwe. Een 56-jarige man uit Franke-Radeel had daar op een parkeerplaats aan de Stationsstraat afgesproken voor de verkoop van zendapparatuur die hij op Marktplaats te koop had aangeboden. Toen de man zijn kofferbak opende om de apparatuur te tonen, werd hij door een van de drie mensen die op het ontmoetingspunt aanwezig waren mishandeld. De drie daders gingen er vervolgens met de zendapparatuur vandoor in een blauwe Mercedes via de A50. Het slachtoffer heeft ze daar nog enige tijd achtervolgd, maar vanwege de verkeersgevaarlijke acties van de drie besloot hij de achtervolging te staken. Hij belde vervolgens de politie en heeft daar later aangifte gedaan van diefstal met geweld. Multitalent, popartiest en schilder David Bowie is enkele dagen geleden overleden. Bowie leed sinds 18 maanden aan leverkanker, maar hij en de familie gaven dit niet aan de openbaarheid prijs. Afgelopen vrijdag, twee dagen voor zijn overlijden, was Bowie jarig en presenteerde toen nog zijn nieuwste cd. Saddened to hear David Bowie has lost his battle with cancer, zo tweette Tim Peake, KG5BVI vanuit het ISS. De astronauten en cosmonauten in het ISS, zonder uitzondering allemaal zendamateur, hadden onder andere door het nummer A Space Oddity van Bowie voor een gefingeerde astronaut Major Tom een speciale band met het werk van Bowie. Canadese astronaut Chris Hadfield, VA3OOG, maakte enkele jaren geleden in het ISS een videoclip van zijn vertolking van dat nummer. Ook Hadfield besteedde op Twitter aandacht aan de dood van de uiterst artistieke Bowie. PR3PM meldt op ham-dmr.nl dat de lang verwachte CS7000 van CSI er volgens directeur Jerry Ranger wel degelijk aankomt. Veel amateurs wachten vol verlangen op deze portofoon die niet alleen zal worden afgeleverd met zowel D-Star als DMR als FM aan boord, maar tevens met voldoende rekenkracht en een openheid over de firmware van het apparaat die het voor iedere amateur met voldoende programmeerervaring mogelijk maakt om zelf nieuwe modulatiesoorten aan de CS7000 toe te voegen en die vervolgens ook aan mede-amateurs beschikbaar te maken. Meer informatie over het hernieuwde CQ Herrezen CS7000 initiatief op ham-dmr.nl. Ik zal niet zo snel lelijke dingen over bedrijven en hun producten melden. Sommige firma's maken er echter zo'n potje van dat je daar gewoon niet omheen kunt. Neem nou bijvoorbeeld Microsoft, we hebben het er al vaker over gehad met hun Windows 10. Zo'n twee keer per dag vliegen de irritante pop-ups over je werk heen en dan moet je ze weer wegvinken. Er zijn diverse slimme programmeurs die remedies hebben bedacht waarmee je de pop-ups niet krijgt. Maar krijgen de mannen in Seattle dat in de gaten, dan maken ze simpelweg een aanpassing in een van hun updates, waardoor de remedie weer ongedaan wordt gemaakt. Het bedrijf checkt twee keer per dag je pc of de pop-ups nog wel worden doorgelaten. Mocht je nou denken dat het een nieuwe update is waardoor dit soort dingen worden bewerkstelligd, dan heb je het zeker mis. Het gebeurt door bestaande updates steeds te wijzigen. Update KB3035584 is bijvoorbeeld van april 2015 en is om deze reden al 9 maal in totaal gewijzigd. Momenteel is de beste remedie wat software betreft. Ja, en bij wijze van grote uitzondering lees ik dit af van een Windows 7 computer. En je ziet direct dat Windows wraak neemt, want meteen scrolt mijn scherm ineens weg. Kennelijk hebben ze dit in de gaten. Momenteel is de beste remedie wat software betreft tegen dit soort dingen de GWX Control Panel applicatie van Josh Mayfield. Als je ergens klant bent, dan mag zo'n bedrijfje volgens Europese wetgeving met elektronische spam benaderen. Ik vraag me af of een rechter daar misschien niet toch gehaakt van maakt als iedere redelijkheid bij dit soort reclamespam, want dat is het, weg is. Ik kan maar één ding zeggen, kijk bijvoorbeeld ook eens naar een systeem als Linux. Ik ben een flink aantal jaren geleden overgestapt. Het is eenvoudiger ook in de bediening. Het is op dezelfde hardware een ongelooflijk stuk sneller. Ook het installeren van nieuwe programmatuur is meestal een flink stuk sneller en eenvoudiger. Er is gemakkelijker en helemaal gratis hulp bij te krijgen. En toen ik onlangs sinds lang weer eens bij een Windows-machine updates ging installeren, verbaasde ik me erover hoe lang dat Windows gaat met zoeken. Zoeken, ja, echt zoeken naar updates. Kennelijk hebben ze die updates ergens in een uithoek van een ondergrondse parkeergarage in Seattle verstopt. Daar doen ze bij Linux dus ook niet aan. Daar worden de benodigde updates gewoon meteen gedownload en direct geïnstalleerd. En Linux is gewoon ook zodanig goed beveiligd dat een virusscanner dus ook niet nodig is. Door de website kennisplatform.nl heb ik vandaag een nieuw woord geleerd, nocebo.
Nocebo is het tegenovergestelde van placebo. Nocebo is als je gezondheidsklachten krijgt doordat je gelooft dat iets schadelijk is. Bijvoorbeeld door de aanleg van een hoogspanningslijn in je omgeving. Het VU Medisch Centrum heeft onderzocht hoe vaak mensen aangeven buikpijn, hoofdpijn, concentratieproblemen en geheugenverlies te krijgen die ze toeschrijven aan de aanwezigheid van hoogspanningslijnen. Een eerste indruk van de onderzoekers is dat er inderdaad aanwijzingen zijn voor zo'n nocebo-effect bij ingebruikname van hoogspanningslijnen. Een artikel hierover verscheen dus vandaag op de website kennisplatform.nl, een site die namens de overheid feiten en fictie over de effecten van elektromagnetische stralen op de gezondheid in kaart wil brengen. Het artikel doet mij denken aan een column die ik in 2014 schreef over een buurman die ik eerst hielp met een gratis reparatie aan een tv die op dat moment al rijp was voor de sloop en die later, toen het beestje definitief de pijp aan maatte gaf, garantie op zijn reparatie eiste. En nu citeer ik mijn eigen column. Een jaar of zo later plaatste ik een serieuze antenne op het dak. 3 of 4 dagen nadat de antenne was geplaatst, stond de buurman van de televisie aan de deur. Als hij zijn hoofd scheef hield en niet ver van zijn toestel vandaan zat, dan zag hij langs de hele hoogte van zijn beeldbuis rechts een snel bewegend rafelrandje lopen. Dat was gekomen sinds ik met mijn uitzendingen op de nieuwe antenne begonnen was. En of ik wel wist dat zenden eigenlijk helemaal niet mocht, zo voegde hij er nog aan toe. Ik mocht nog blij zijn dat hij niet naar de politie was gelopen, want dan was ik niet alleen apparatuur en antennes kwijt geweest, maar dan had ik ook nog een geldboete of misschien zelfs wel een gevangenisstraf aan mijn broek gehad. Ik uitgebreid uitgelegd dat ik hiervoor een vergunning had, omdat ik ooit examen had gedaan en dat alle apparatuur in die tijd nog door de radiocontroledienst zelf werd gekeurd en dat dat bij die apparatuur bij mij inmiddels ook meermaals gebeurd was. Wat ik doe is allemaal gewoon toegelaten en ook voor de antenne heb ik een vergunning en het is allemaal nog keurig voor aansprakelijkheid verzekerd ook. Buurman hoorde het allemaal, zo leek het, niet ongeïnteresseerd aan. Ik voegde er verder nog aan toe dat ik alle storingen serieus nam en als ze door mij zouden worden veroorzaakt, dan zou ik het zeker ook verhelpen. Behalve dat je dat met een zendvergunning hoorde te doen, vond ik dat ook mijn morele plicht. Daarna nam ik hem mee naar de antennekabels om te laten zien dat de uitzendingen op de nieuwe antenne nog helemaal niet waren begonnen. Ik had de plug er nog niet eens op gesoldeerd. Hij leek het allemaal te begrijpen en we zeiden elkaar gedag. En ik zei nogmaals dat als hij storingen had waarvan hij dacht dat die door mij kwamen, dat hij altijd mocht bellen. Toen hij vervolgens wegliep, zei hij als in een automatisme: en nou niet meer zenden, hè, want ik stap subiet naar de politie als ik merk dat je dat ook nog maar één keer doet. Volg nu Morse, SSTV en een kort stukje data.